bos. Ja, vandaag. Ik ben echt heel moe, eerlijk gezegd. Echt heel moe. Maar dat houdt niet in dat mensen mal zien, kan ik zelf in mijn eigen boodschappen doen, maar ik ga het toch doen. Ik kan niet te veel kopen, maar ik weet alleen nog niet of ik met de fiets ga rijden of niet. Dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik ben echt kapot. Ik heb gisteren niet te veel gedaan, zeker niet. Dus niet dat we zot hebben gedaan. Dat weet ik nooit. Maar ja, ik heb wel, wat bedoel ik met veel? We zijn zo heel veel uitstapjes gedaan. En dat was heel leuk om te doen. Dus dat wel. Mijn kameraden, mijn beste maatjes allemaal. Dus ja, dat was heel leuk eigenlijk om te doen. Het was echt een leuk weekend. Maar je voelt het wel. Dus ja. Maand. Ze zijn nu nog augustus. Als je die video ziet, dan weet je al dat het september is, maar wij lopen natuurlijk wat achter. Dat je niet denkt van, wat zegt hij nu? Dat je het weet. Dus daar zitten we in de winkel. Even zien. En dan gaan we eens kijken dat we gaan kopen. Ik heb een briefje bij. Maar ja, dat is geen garantie dat je alles mee pakt wat op het briefje staat. Meestal neem je altijd iets meer mee dan op het briefje, snap je? Dus daarmee even kijken aan. Die moet ik even pikken. Daar. En nu wel de juiste pingen. Zo, deze zijn de juiste. Ik doe ook mijn kokosnoot, maar die zijn niet verloren gegaan of zo. Ze heeft die opgegeven, dus dat was heel lekker. Dus zeker, want het is super lekker, maar ik niet. Maar ik eet dan niet pingwingen met kokos, want ik lust geen kokosnoten. Dus ja, eet u dat ook niet, hè. Kaas hebben we nog. Dus mijn lijst erbij, maar anders gaan we het morgen nog niet weten wat we moeten hebben, hè. Dus zo. Koptelefoon heb ik op voor, dus ik kan luisteren naar de live van Silken. Dus pingwingen, één fles cola en saus, tomaten. Noem eens spaghetti. Ja, het kan zijn dat ik al wat meer mee pak, bijvoorbeeld melk of zo. Dat is altijd zo bij mij. Ik pak altijd veel meer mee dan ik nodig heb. Dus ja, daar kan ik helaas niks aan. Nu dat we dat allemaal wel een beetje hebben, zo meer mee pakken dat je eigenlijk nodig hebt. Dus ja, zo gaat dat, hè. Dus we gaan eerst de cola halen. Ik denk dat ik 2 flessen ga meepakken. Officieel mag het niet. Bedoel, officieel mag ik niet tillen. Maar ja, we hebben toch drinken nodig, hè. We zijn wel uit drinken, dus hadden we 2 flessen. Ja. Tomaat, zoals je dat hier staat. Het kan ook de hakken achter zijn. Maar ik denk dat het hier staat. Even kijken. Dus die hebben hopelijk wel wat anders een probleem. Ik heb echt een briefje gezet. Zie je de gangen achter? Eens kijken of de gangen achter is. Het is altijd een beetje zoeken, zo, mensen. Dat is, ik kom hier ook niet heel vaak. Dus alleen maar als echt nodig is. Dus doen we eigenlijk al die. Normaal moet het daarbij staan, denk ik. Maar misschien zal het daar niet bij. Want hier staat het weer mee. Bij de andere Carrefour wil ik dat beter en met de lijst en zo en niet allemaal. Al een heel groot bodem gebouwd, dus en is dat ook een lint al, en dat deel kun je nu parkeren. Dat is allemaal voor de Visa Paaslee, dus, maar het is wel leuk. Ik heb de kop 2 weken opgezet, ook al doe ik het niet meer, maar anders hoor jullie haar praten in plaats van mij. Dus het is ook heel warm, waarom ik een trui heb aangedaan, dat weet ik niet, maar ja, het is heel warm. Maar oké, je kunt er niet zoveel aan doen, hè. Ik hoop dat mijn begeleider ook nog eens terugbelt, want die heb ik ook nog nodig. Dus ik hoop dat ze terugbelt. Dat als ik thuis ben, ga ik sowieso nog eens terugbellen. Je voelt het wel, hoor. Dus ik ga met de fiets.
koud. Ik kan niet veel aan veranderen. Het is een keer warm. Zo. Maar ja, dat is het zo. Raaskanaal. Ik durf te zijn met de auto daar. En dan kunnen we weer een lap opgeven. Niet zoveel gekocht, hè. Niet wat nodig is. Ja, wat zijn die houten, kan je niet kopen natuurlijk. Ik wil echt graag dingen hebben. Kido. Maar dat hadden ze niet. Nog een live doen. Eerst een pizza dicht doen met de wind. Anders komt het weer. Even omdraaien. Dat is ook niet goed. Of zo, want anders doe je dat dus nooit. Maar het is gewoon naar de garage fietsen, dus zeg, dat zal nog wel lukken. Doe goed dan. En ja, de beenhouwer schoot wel, ze vond het niet officieel. Maar je zit ook aan de buitenkant, dat is wel raar. Dus voor haar ook natuurlijk, dat is de eerste keer dat ze dat zag. Dat vond ze wel raar, hè. Dat is normaal, hè. Dus we moeten daar dus tussen. En dat is wat, hè. Kan ik even schrikken. Dus dat gaan we maar zonder camera doen. Dat is gelukt. Het is echt warm. Ik doe een trui aan, ik denk het is koud. Want gisteren was het echt koud. En toen we naar Hulst gegaan waren ook, op dat de beelden iets goed waren. Want maar gewoon ingestoken, ik was echt moe gisteren. Ik heb gisteren nog geërd. Maar het is echt heet. Ik eens mijn trui uitdoen. Als je denkt dat gaat zo raar. Ja, een mens kan zijn armen nog niet 100%. Ruiken. Dus is het altijd een beetje zo. Voilà. Ik ga even hier leggen. En alles wat ik heb gekocht naar hier dragen. Misschien vanavond komt er een speciale gast. Dus misschien kun je al eens raden. Want nee, het is niet Silke en niet met trap. Vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer. Tot ziens!